Ja, dankjewel. Ja, wanneer hebben we het gewonnen? We hebben in 2013 en 2014 mochten we de Gouden Snier ophalen. En vorig jaar en dit jaar weer. Dus daar zijn we trots op. Ja. Ja, ik heb begrepen dat we beoordeeld zijn op risico, rendement en de organisatie en de kosten. En tegelijkertijd heeft de jury gekeken naar hoe ziet je online omgeving binnen de bank eruit. En we hebben afgelopen jaar weer de vernieuwde app kunnen lanceren. Want tegelijkertijd, we zijn een oude private bank. Maar tegelijkertijd is de digitale wereld is ontzettend van belang. En dat zal altijd ondersteunend zijn aan onze bankers. En op die manier kunnen cliënten naast het vertrouwelijk contactpersoon als banker, hebben ze ook alle middelen in huis om via de digitale app, zeg maar, via de app de informatie naar hen toe te halen die ze graag wensen. Nou, het sterkste punt vind ik altijd nog het belangrijkste is doen wat je belooft. En dat wij die relatie, die innige relatie met onze klant mogen hebben. Die vertrouwensrelatie mogen hebben en dat consequent jaar in, jaar uit, zeg maar, kunnen vol blijven houden. En dat is eigenlijk het mooiste. Dat is ook het mooiste, de voldoening die een banker kan hebben, dat hij dat van een klant ook kan horen. Ja. Nou ja, wat er beter kan, die digitale roadmap die wordt steeds belangrijker. Maar tegelijkertijd merk je ook dat je daar heel duidelijk keuzes in moet maken. Want het kost geld, hè? Dat is een investering wat je doet. Dus je moet heel goed kijken van wat doen we wel en wat doen we niet. En daarnaast blijft het natuurlijk, hè, ik zei het toen straks ook al, een consistent beleggingsbeleid. Hè? Wij zijn daar consistent in. En je wil dat rendement is voor de klant gewoon heel erg belangrijk. En tegelijkertijd, rendement en risico gaan hand in hand. En dat betekent dat je, wanneer je ook risico ziet, dat soms wel eens beter is om even het voet van het gaspedaal te halen. En juist wat in de luwte te blijven in plaats van vol in de risico dat, zeg maar, op te zoeken.